Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 21 september. De dag die begon vandaag met vrij veel bewolking, maar in de loop van de ochtend brak die bewolking steeds meer en kwam de zon goed tevoorschijn. Nou, vanavond zijn er ook nog brede opklaringen. Temperatuur ligt rond zonsondergang, zo rond de 16 graden en er staat niet veel wind. Vannacht zou er een enkele mistbank kunnen ontstaan, maar op veel plaatsen blijft het gewoon helder. De temperatuur die daalt naar zo'n 6 graden landinwaarts tot 11 of 12 graden langs de kust. Ook vannacht staat er nauwelijks wind. Morgen begint de astronomische herfst om 16.21 uur 21 om precies te zijn. Aan het weer is het nog niet echt te merken. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en er staat weinig wind. Smiddags dus wordt het zo'n 20 tot 22 graden. En ook de dagen erna blijft het nog steeds vrij rustig. Vrijdag kan er in de ochtend wel een enkele bui vallen, maar verder zijn er flinke zonnige perioden en het wordt even goed weer zo'n 18 tot 22 graden. Zaterdag blijft het overal droog, en ook dan is het een graad of 22, waait dan een matige wind uit zuidelijke richtingen. Zondag kan er later op de dag een enkele bui vallen, maar verder zijn er droge perioden en is het ook vrij zonnig. De temperatuur loopt op naar zo'n 21 tot 23 graden. Volgende week moeten we het duidelijk met wat lagere temperaturen doen. Het is goed te zien op de pluimverwachting. De maximumtemperatuur blijft over het algemeen onder de 20 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.